De inzet van het treffen tussen Nederland en Nieuw-Zeeland was tweeledig. Enerzijds het brons in deze World League, anderzijds ook plaatsing voor de finale. Vooral dat laatste leek zwaar te wegen, al had bondscoach Paul van As ook nog een ander belang. Ja, het gaat mij niet om die derde plek. Het gaat mij om dat ik met allemaal nieuwe jongens, 4 debutanten, dat wij eigenlijk een redelijk goed toernooi hebben neergezet vlak na de competitie. Zonder eigenlijk goede voorbereiding. En we zijn gegroeid qua spel en, in het toernooi en dat doet mij deugd. We moesten bij de eerste 3 eindigen om alle discussie te voorkomen. Er is wel discussie geweest de afgelopen week. Nou, dat is nu niet meer aan de orde. We zijn er nu bij volgend jaar. En voor ons denk ik heel belangrijk toernooi met de top 8 van de wereld daar om voor te bereiden op de WK. Dus we zijn heel blij. Ja. Van As heeft de World League ook aangegrepen om het team verder te laten groeien. En nieuwe spelers aan het werk te zien. Ja, zeker. Daarom, we willen natuurlijk wel vandaag 3e plek. Maar dan zijn we zeker van de World Hockey League 4. En ik heb toch Peermin laten keepen. Want dat is natuurlijk een wedstrijd waar je toe doet. Je kan een tweede keeper wel inzetten als je 5-0 voor je staat. Maar dat is niet spannend. En dit kon ik hem bieden. En heeft hij fantastisch gedaan. En zo heb ik het toernooi ook gebruikt. Wat bent u wijzer geworden over de debutanten? Nou, ze hebben het eigenlijk allemaal heel goed gedaan en het is heel interessant en de groep is echt breed geworden. Dus dat wordt een luxe positie. Ander aspect van deze World League was het Nederlands team op zich. Op weg naar het WK van 2014 is de ploeg sterk verjongd. Hoe staat Oranje ervoor? Ja, wel goed denk ik. We zijn 2 weken bij elkaar. We zijn een paar dagen voor het toernooi begonnen, voor het eerst bij elkaar gekomen. En als je dan ook nog 4, 5 nieuwe jongens erbij hebt, dan is het wel verwennen en inpassen. En dat ging eigenlijk stapje voor stapje beter. En Australië was een goede test. En dat was jammer dat het niet gelukt is. Maar ik denk, zij spelen langzaam natuurlijk, wij zijn kort eigenlijk. Dat op zich, we hebben een aantal dingen goed gedaan, maar het kan nog beter. En vandaag sluit hem goed af. En ik denk dat we zeker stappen hebben gemaakt. Een paar nieuwe spelers weer erbij, terug van het blessure. Dus ik heb er vertrouwen in. Het huidige Oranje lijkt ook op het team van een nieuwe generatie. Die min of meer moet afrekenen met de erfenis van de vorige generatie. Als je zo bekijkt misschien wel. Maar terugkijken, ik bedoel, we hebben natuurlijk met een redelijk nieuw team al de spelen gespeeld. Dat was een beetje een mix. Als je nu dit toernooi kijkt, zijn er volgens mij maar 6 of 7 jongens die er Londen bij waren. Nou, Londen is nog een jaar geleden. Dus je kunt nagaan hoe snel die verschuivingen plaatsvinden. En hij speelde tegen Australië. Volgens mij hebben wij met het hele team bij elkaar minder interlands dan Jamie Dwyer in zijn eentje heeft. Dus dat geeft wel aan dat we een jong team zijn, ook gewoon met weinig ervaring. Maar dat is alleen maar goed, denk ik. Daarvoor zijn deze toernooien ook, denk ik. Ik weet niet hoe je hem anders moet insteken. Jong, weinig ervaring geeft heel veel groeimogelijkheden. Ja, dat denk ik. Ik denk voor die nieuwe jongens, zowel de jongens die er al een tijd in zitten, die schuiven door naar een andere rol, naar een belangrijke rol. En die hiërarchie die verschuift dan op zo'n moment natuurlijk vanzelf. En dus ik denk voor iedereen was er genoeg uitdaging dit toernooi om iets van te maken. Zelfs Peermin die vandaag mocht keepen, die een goede wedstrijd keept. En dus iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Verschuiving in de hiërarchie, ook verschuiving van de aanvoerdersband. Die zit tegenwoordig om jouw arm. Hoe voelt dat? Ja, grote eer. Ik was in Melbourne ook. Toen was Van der Horst niet bij omdat hij een kind kreeg, althans zijn vrouw. En nu heeft hij een blessure, dus we zullen zien volgende keer. Maar als hij de eerste is, is hij gewoon die captain en ben ik vice captain. Maar ja, hele eer om het te doen en superleuk.